Wat vond jij nou van de scheidsrechter? Want jij bent niet van de kaarten over het algemeen. 18 nee, ik ben niet van de kaarten. En, want ik hoorde ook al, Valentijn zei volgens mij, nee, hij heeft goed gefloten. Maar weet je wat het is? Als jij een wedstrijd afgaat met 19 of 18 of 19 kaarten... dan maak je mij niet wijs dat je een prima wedstrijd hebt gefloten. Want dan, je kunt, oké, als er zijn overtreding bij, oké, dan zeg je geel, geel, geel. Maar als jij 19 kaarten nodig hebt om een wedstrijd te leiden, om dat te managen, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Dus je, vanaf het begin van de wedstrijd, je hele management is gewoon niet goed. Want ja, 19 kaarten, kom op zeg. Maar hij staat er onbekend, hè? Hij trekt makkelijk. Hè? Ja, maar wat je wel zag, hij is... En dat heb je ook, als je naar het buitenland vloog, je had Nederlandse jongens die daar liepen. Dan ga je heel snel, praat je Nederlands met ze. En je zag in deze wedstrijd ook dat hij heel veel aan het praten was, Spaans aan het praten met heel veel spelers. Ja, en of het dan beïnvloedt, weet ik niet, maar ik vond hem niet... nee. Maar met die handsbal met Messi, leg me dat nou even uit. Hoe kan dat? 100, dat is, maar duidelijker krijg je ze niet. Dat is gewoon echt een gele kaart op het top. Duidelijker krijg je ze niet. Nee. Nou, als je dan het spel wil redden... Ja, goed, later komt Timber nog een keertje. Nou, die kwam ook nog een keer goed weg. Dus dat wou hij natuurlijk aan die kant weer doen. Maar dit was gewoon... Ja, want hij eerder bij die Romero wel geel gaf, weet je wel? Ja, toen... en gewoon terecht. Maar dan had hij deze gewoon ook moeten geven. En die bal in die dugout schieten, is dat niet rood? Ja, als je echt... Ja, die bal die ging er echt keihard in, hè? Dat is toch rood? Normaal komt daar iemand in Nederland roepen... Kan je daar rood voor geven? Ja, 100%, tuurlijk. Ja. Ja? Als je in de dugout zit en iemand schopt een bal richting jou... Ja, dan is het gewoon wegwezen. Dus... Maar nee, de hele... Kijk, hij begon de wedstrijd met geel... en dan moet je op een gegeven moment, als je elk wissel als je geel... Ja, dan ga je door. Maar dan is gewoon je management is gewoon niet goed. Dus ik vond hem... Nee, ik heb hem wel een beetje geïrriteerd, ja.